mooie dag in 1983 stappen Nicole en Hugo dan eindelijk toch aan boord voor de allereerste cruise van hun leven. Ah, mijn mosseltje zo groot. Oh, ai. Palingske, dat wij mogen zingen. Ik ben zo content. Ja, oh. Dat is een beetje gelijk thuiskomen, hè. Ja, dat is omdat jij in ons huishouden hebt meegenomen. Ja, hè? Dat is waar. I remember very well the first meeting with Nicole and Hugo. They are so positive, positive all the world. They will do it everything. Nicole and Hugo, welcome, bienvenue, welcome. Oh, very nice to meet you here at our swimming pool. Scott. Come and see me, bitte. I will give you a tour. Allee, oh. Wij zijn hier nog maar juist en jij hebt dan een tournee. You go first. Oh, you go first, zegt een jorre true gentleman. Het is een kapoen, hè? Yes. On a big cruise ship, the crew has to be flexible. Everybody has to do all, everything. Nicole and Hugo, they was very surprised. What can we do? We are artists. No, you have to do everything. In het vervolg lees ik de kleinlettertjes van het contract. Hoeveel cabins moeten wij hierna nog kuisen? Oh, 204. Oh, en mogen we dan zingen? Nee, dan moeten we de mosselen van de kiel schrapen. Oh, en mogen we dan zingen? Nee, dan moeten we aquagym geven in het zwembad. Oh. That was a misunderstanding. You see, I'm a singer. The German calls me der singende Kreuzfahrtdirektor. Okay. And so I will do all shows by myself. Maar net wanneer 's avonds kapitein Wolfgang Frank moet optreden, komt Cindy roet in het eten gooien. De orkaan Cindy is dat. Oh, Wolfgang. Allee, good luck tonight, hè? Rob de boot. Zo kan die mens toch niet optreden? It was the lucky day for Nicole and Hugo. I think I changed the career of Nicole and Hugo to be an entertainer. Als er één ding is dat onze helden kunnen, dan is het in alle omstandigheden een perfecte choreografie uitvoeren. En zo worden Nicole en Hugo echte zeesterren. VTM. Je beleeft het hier.